Hoi, Carlo Kool hier van Supersnel Gezond en in deze aflevering ga ik de Thaise groene smoothie maken. Dat is een smoothie met wat invloeden vanuit Thailand. Basilicum en koriander, kokoswater, limoen, avocado, komkommer en een basis van spinazie. Om te laten zien hoe snel je zo'n smoothie kan bereiden, start ik de timer. Go! We beginnen als eerste met de komkommer. Die snij ik in stukken. 100 gram spinazie erbij. Snij de avocado door midden. En verwijder de pit. Lepel het vruchtvlees uit het schil, voeg de basilicum toe, voeg de koriander toe, snijd de limoen door midden en knijp het sap uit de roemen. En doe als laatste het kokoswater erbij. Ik zet de blender altijd eerst even op de pulsstand, zodat alles in kleine stukjes wordt gehakt. En daarna zet ik hem op de smoothie stand. Twee glazen. Klaar, is je Thaise groene smoothie. Stop de tijd. In nog geen 4 minuten maak je deze lekkere Thaise groene smoothie. Proost. Waar is mijn hangmat? En in deze aflevering ga ik de Thaise smoothie maken. Dat is, wat is het? Weet ik veel. Oh, ik even de badkamer weer dicht doen. Misschien is het nog handig. Hoi!